Oh my god, ik laat Stefan één nachtje alleen en dit is wat ik in bed vind. En ik zeg het net tegen hem en weet je wat hij zegt? Oh, kom maar, ik eet hem wel op. Ja, hier. Ga je hem weer eten? Hé, hey, ik wil het niet. Gadver. Vind je dat lekker met je kont zo open? Zit te wiggelen. Goedemorgen! Ik kom vanochtend binnen en ik vraag aan Stefan, ja, wat wil je morgen voor je verjaardag doen? Hij is morgen jarig. En hij keek me zo aan. Oh, ben ik niet vandaag jarig? Nee. En hij zei, ja, ik vroeg me al af waarom niemand me belde om te feliciteren. En ik was vannacht toch thuis. Ik ben weer thuis en ik dacht eerst ik ga me omkleden, maar Stefan zei, joh, hou dit gewoon lekker aan. Dus ik meteen zo terugdenken, oh my god. Ik was vannacht thuis. Dacht je dat ik je was vergeten te feliciteren of zo? En ze, ja, ik dacht al, waarom zeg je niks? Die jongen is echt helemaal van de kaart. Oh, ik heb honger. Ik heb vette keelpijn. Een beetje te veel gekletst. Hebben jullie dat ook? Dat als je te veel kletst, zijn ze uitgaan. En ik gil dan altijd. Vette keelpijn volgende dag. Food. Ontbijten met rijstwafels, aioli en gekookte eitjes. Ja, ik weet niet of dit een succes is. Keiharde knoflook in de ochtend. Nou. Het is trouwens 2 uur. Maar mag ook wel. Ik ging vanochtend weer om 8 uur slapen. Het was zo gezellig. Het was echt zo gezellig. Wat een vet leuk feest is Fermé. Love it. Het smaakt goed hoor, maar eet dit never ever op een werkdag of een schooldag. Wauw. Even wat peterselie. Ik hoop dat ik daarmee de knoflooklucht kan bestrijden. Ik weet niet of je verse peterselie daarvoor nodig hebt, maar ik probeer maar gewoon de gedroogde peterselie en hoop dat Stefan weer met me wil praten. Homeland Marathon Day. Hebben jullie dat ook, dat als je gewoon echt een goede nacht hebt gepartied, dat je volgende dag wakker wordt en denkt, dat was zo gezellig. En vandaag heb ik niks te doen behalve met Stefan chillen. Wat amazing is. Zie je, minder vlogs maken is already paying off. Gewoon hele dag gewoon chillen, homeland kijken en knuffelen. Oh my god, hij staat online, zo leuk! Hij is echt zo leuk geworden! Ik zei het ook, helemaal in het begin met de video's. Oh, het was zo gezellig, het is echt... Oh. Francis, wat heb je er iets moois van gemaakt? I love it! Lief, ja. Heb ik nog knoflook, Becky? Je moet even ruiken. Beetje klein. Beetje? Sweet! Dan heeft die peterselie echt geholpen. Maar ik had ook echt veel. Ik voelde me echt zo'n, ja, ik weet niet, konijn of zo. Het was echt best wel vies of zo. Maar het helpt. En de aioli was echt heel erg. Dat Stefan niet eens naast me wilde zitten toen ik aan het eten was. Goat peterselie. De camera staat aan, hè? Wat? De camera staat aan, hè? Ja. Wil je met haar? Niks, hè? Je gaat die doorhangmuziekje aan. Nee. Echt waar? Echt niet. Die nou een shit. Wat? Wauw! Waarom is het nodig om zo grof te praten? Hè? Ik dacht dat je zou zeggen je moeder. Oh, wacht maar, ja. Kijk hoe glimmend die rand is voor mij. Pizza. En dan heeft hij echt super, super veel knoflookolie op de rand. Je went overboard with garlic. Nou, dan heb jij de peterselie straks nodig. Het is maar goed dat ik nu weet dat het werkt. Oh, ik wil dit serieus nu zo graag, maar ik heb gisteren ook wel weer zoveel rotzooi gegeten. De pinballs zijn eraan gegaan. Macarons heb ik ook nog gegeten. Dat ik denk, nee. En ik heb dit eten. Ik vind het echt erg om eten weg te gooien. Dus, ik ga dit gewoon eten. En morgen ga ik dit waarschijnlijk ook als lunch eten. Homeland seizoen 2 alweer. Wauw, dat gaat super snel. Calling to have a douche. Not me. Everyone has left.
you know, all my dad's a Muslim today. Thank you. Yes, yeah. It's a brand new kind. Yeah, you can see that too. Just trying to picture you in a burka. Ja! Stefan is echt jarig! 23! 23! Hé, hey, het is 12:30, wij gaan slapen. Kijkt een van jullie Homeland? Ja, ik weet zeker dat één van jullie Homeland kijkt, maar kijken meerdere mensen Homeland? Want ik vind die show zo onvoorspelbaar. Ze volgen echt geen standaard verhaallijnen of dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel echt heel goed eraan. Maar er zitten ook wel een paar onlogische dingen in. Maar die verrassingen, dat is echt veel meer dan wat ik ooit in een tv-show heb gezien. Eerlijk. Ook zelfs Breaking Bad of zo. Dit is nog onverwachter dan Breaking Bad. Apart om te zien. Nee, goed. En doe je nu ook hoger percentage weer? Of gewoon hetzelfde als wat ik in januari heb? 50% glycolzuur. Ja. En dat is dezelfde als bij de vorige behandeling. Leggen slapen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan... Oeh, wacht. De 5 dagen is alweer afgelopen. Ja, dan zie ik je woensdag weer. Dus morgen en overmorgen geen vlogs, maar dan woensdag dan natuurlijk weer wel. Ik hoop dat je dan weer bij bent. Doei, succes. Morgen op werk, school. Volgens mij begint het allemaal weer. Doei.